De stichting Scope Hobbyfonds had ook deze keer weer de eindverantwoording over de jaarlijkse Scope Ballon Vossenjacht. En ook nu kon men weer rekenen op de medewerking van onder meer het KNMI te De Bilt, van de Koninklijke Luchtmacht, van het AZC te Soest en van de Nozema. In de dagen ervoor werden er op verschillende plaatsen allerlei technische voorbereidingen getroffen. In de Gerbrandytoren in Lopik werd op 220 meter hoogte de landelijk dekkende VHF-repeater op 145,8 MHz met een vermogen van 10 watt geïnstalleerd. En Maarten Bakker, PE1MQI, heeft ook dit jaar de sonde die onder de ballon komt te hangen ontworpen. En we hebben hier de sonde, die ligt momenteel nog te laden. Het zijn twee delen. We hebben een videodeel en we hebben een audiodeel. Dus een camera en een antennetje. En dit is het dit deel, ja, het zit helemaal ingepakt. Dat kunnen we later nog al bekijken. En dat is een deel voor data. En dit is een stukje draaiend mechaniek. Zodat het boven het tollen wat gecompenseerd wordt. En hier komt de sonde dan zo in te hangen, als het ware. Deze sonde was dit jaar voor het eerst met een GPS-transponder uitgerust. In de volgauto's van de organisatie werd speciale ontvangstapparatuur gemonteerd om zodoende tijdens de vlucht nog nauwkeuriger de positie van de ballon te kunnen bepalen. Uiteraard werd dit signaal gecodeerd naar beneden gezonden om te voorkomen dat ook de jagers van deze voorziening gebruik zouden gaan maken. Je wacht op mijn schoot. De Koninklijke Luchtmacht biedt ieder jaar weer ondersteuning vanuit de gevechtsleiding en niet, zoals velen vaak zeggen, vanuit Dutch Mill. Dat is namelijk de verkeersleiding. Hoe de gevechtsleiding werkt, ziet u in het volgende verslag. De ballon wordt gevolgd vanuit Nieuw-Milligen. Daar staan onder meer de installaties van het CRC, het controle- en rapportagecentrum van de Koninklijke Luchtmacht, met als codenaam Bandbox. Diep onder de grond zit de gevechtsleiding en vanaf deze plek wordt 24 uur per dag het militaire vliegverkeer gecoördineerd. Via een stelsel zenders en ontvangers staat de gevechtsleiding in verbinding met het personeel in de lucht. Op de radarschermen zijn alle vliegbewegingen dan precies te volgen. Omdat de radar in Nieuw-Milligen zelf in onderhoud was, gingen we op bezoek in het Friese plaatsje Wier, waar de luchtmacht een vrijwel identieke post heeft staan. En zo ziet het er dan binnen in die geheimzinnige bollen uit. Tonnen staal draaien hier dag en nacht in het rond om het aan Nederland toegewezen luchtruim te bewaken. Onder de radarantenne bevindt zich het zendergedeelte waarvoor de juiste frequenties gezorgd wordt. Een hoogspanningstransformator stuurt het klistron aan dat voor het eindvermogen zorgt. Via een systeem van golfpijpen bereikt dit vermogen dan de antenne. Hier zorgde men ervoor dat het CRC de ballon perfect kon volgen. De uiteindelijke constructie zou bestaan uit twee radarreflectoren, uit een gedeelte met twee 2-meter zenders en uit de sonde waarin de GPS-apparatuur en de 13 centimeter tv-zender met kleurencamera waren gemonteerd. Het totaalgewicht zou uitkomen op ongeveer 4 kilo. Vanuit de proefopstelling ondergaat de camera de laatste test.
Om het complete gewicht te kunnen dragen, werd de latexballon gevuld met 4,5 kubieke meter heliumgas. Zodoende kon er een stijgsnelheid van 300 meter per minuut behaald worden. Om 2:03 waren de weersomstandigheden gunstig genoeg voor de start. Ready for countdown? Ja? 5, 4, 3, 2, 1, los! Ja. Van hogerhand werd er geen toestemming gegeven om een gestabiliseerde ballon van 4 meter doorsnee te gebruiken. Bij de ballon die nu gebruikt moest worden, had de camerasonde eigenlijk met een windvaan uitgerust moeten worden om draaibewegingen te voorkomen. Maar door een combinatie van factoren was deze windvaan niet beschikbaar. Ondanks dat zou het cameraatje aan boord toch voor spectaculaire beelden gaan zorgen. Ja, het gaat prima. We zijn gestart. Wij staan hier ergens op een parkeerplaats, ergens in Nederland. En ergens hangt die ballon. Daar. Daarboven. Ergens. Of daar. Of daar. Of daar? Nee, daar hangt hij. Oké, momenteel zie ik hier dus een detectie van de radar vlakbij Amersfoort. Ik heb dit scherm zo ingesteld. We hebben hier een kader. Wat we dus daarmee doen is in dat kader, nu kijken we dit luchtbeeld, dus dan kijken we er van bovenop. In dit kader kijken we dus in dit window, kijken we tegen de zijkant aan. Dus momenteel zie ik hier een klein kruisje, een detectie van de radar. Wat waarschijnlijk de ballon is. Op die manier kunnen we dus heel makkelijk de hoogte aflezen. Windvaan erop. Ja. Lekker hoor, Johan. Mooi hè? Ja, twee beeldschermen. Rijinstructie auto 1, François, SVB via A27 richting Almere, dan A6, niet verder dan parkeerplaats De Lepelaar. A27 A1 of A28 ga je? Nee, A27. A27 A1. Ja. Toch? Ja, dat kan. Ik weet niet waar je heen gaat. Suzanne Jongbloed. Hallo. Hebben wij een update, Harold? Ik krijg een detectie boven bussen. Oh, we hebben nu een detectie boven bussen. Boven Bunschoten? Waar de fuck Huizen? Bij de N305 zit hij. Goed. Ja, we gaan weg. Rijden, opzouten met het ding. Heb jij nou beeld? Ja. Met strepen. Hij is net de 37.500 voet lijn gepasseerd. Het houdt dus in dat de radar recht tegen de ballon zit te schijnen, dus we hebben een goede detectie. Deze informatie is ook doorgegeven aan de wedstrijdleiding. Heb ik het commandocentrum? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, wij hebben de fixen van de ballon. Ja. Hij hangt op ons scherm, in ieder geval boven de N301 en de N305 op die kruising. In de polder op 13 kilometer hoogte. Jij zegt 13 kilometer hoogte. Ja, dat krijgen wij uit GPS. Hé, hey, ik heb je heel snel naar mijn plotstaat, want ik geloof dat precies klopt met wat Dutchmill nu zegt. Ook uit de handmatige peilingen bleek dat de ballon een geringe horizontale snelheid had. Echt ver zou hij dus niet komen. Recht vooruit. We rijden bij Almere buiten Oost. En de ballon hangt op ten zuiden van Lelystad, zeggen ze. Inmiddels niet meer, denk ik. Inmiddels waarschijnlijk de noorden. En we kijken of we erbij kunnen komen. Nog
steeds Lelystad, radiaal 190. Dat is een pol Zuid. Hij vliegt nu inderdaad boven Lelystad. Nee, zuid. Oh, sorry, ten zuiden van Lelystad. 10 kilometer. 10 kilometer zuiden van Lelystad. En pak hem bij op 66.000 voet. Op 66.000 voet. Volgens ons hangt hij nu kaarsrecht boven ons, want mijn antenne kijkt recht omhoog voor televisie. En daar hebben we het sterkste signaal. En volgens ons gaat hij, als we de lijn van de beeld volgen, gaat hij net langs het IJsselmeer over de Noordoostpolder. Dus we moeten eigenlijk langs de A6 zo doorrijden. Nou, we gaan inzoomen nu. En ja, hopelijk blijft hij dezelfde richting uitgaan. De ballon is ten zuidelijk van Lelystad. Dus we betalen naar Lelystad. Dit is Papa Alfa 6, November Oscar Sierra. Ballon op 66.000 voet. Nagenoeg geen grondsnelheid. Zuidoostelijk van Lelystad. We hebben nu een koers 12 graden bij een snelheid van 30 knopen bij een temperatuur van min 58. Oké, okay, momenteel zien we hier dus de ballon plot of detectie van de radar. En hij is dus de 80.000 voet is die gepasseerd. En ik zeg net een update, dus hij stijgt nog steeds. Echter, hij blijft wel op dezelfde positie constant. Dat zien we dus hier. Ongeveer zuid van Lelystad, 10 kilometer. Vlak voor het moment, 15:20, we gaan de ballon ontkoppelen. Ga je gang, Eduard. De ballon is ontkoppeld. Hij is ontkoppeld. Oké. Okay. Wij moeten hem zien dalen, we zien op het moment even helemaal niks meer. Sta maar. Even kijken. Ja, ik zie me. Ja, ja. Dalen is ja, het zo. Ja, we zijn een dalen, inderdaad. Dan zou die nou rond 65.000 voet rond, zitten? Rond de 65.000 voet zit hij al. Ja. Zelfde positie? Zelfde positie. Ja. Oké. Okay. Hij verplaatst zich op dit moment niet horizontaal. Hij blijft boven vliegveld Lelystad hangen. Ja. Wij vermoeden dat als hij op een 40.000 voet is gedaald, dat hij dan wel weer gaat wandelen. Alleen betwijfelen wij nu met Richard of hij dan wel in noordoostelijke richting verder gaat. Dus ons verzoek was of jij weer terug zou willen gaan richting Lelystad en vliegveld Lelystad. Om van daaruit al peilend te volgen wat hij gaat doen. Want ik verwacht niet dat hij daar heel ver uit de buurt gaat komen. Oké. Okay. Dus de weg van Lelystad naar Hamerderwijk. Oosterwijk. Ja, daar is hij overheen. Zeg je? We zijn vrij op het vliegtuig. Vliegveld, ja. Goed zo. Hoi. Ja, bij de N302, vlak bij de snelweg. Ja. En daar rijden wij nu even binnen door. We gaan nu een paar onder zitten. Ja. We hebben ook beeld van hem, maar hij komt behoorlijk hard naar beneden. Ja, dat idee heb ik ook. Hij zit zuidelijk van het vliegveld, dus hij komt pas een beetje bij de 302 terecht, hoor. Ja, maar daar is hij al overheen volgens onze data. Ik ga niet de constant data van hem binnen. Ik heb nog steeds vliegveld zitten en nog voor de 302 zitten. Nee, hij is er inmiddels al overheen. Hij is inmiddels over de 302 heen. Ja. Oké, momenteel we geven de positie van de ballon door aan de hand van Lelystad, dus de richting en de afstand. We zien hier gedisplayed op de scope de stad Lelystad. We hebben de mogelijkheid om dus een bearing en range, zoals wij dat noemen in vaktaal, te geven. Dus vanaf de positie Lelystad tot aan de ballon. Dan zien we in het kader rechtsonder dat de afstand momenteel 4,3 nautische mijlen zijn. 1 nautische mijlen is 1,8 kilometer. De bearing, oftewel de range, de bearing is momenteel 76 graden. De hoogte, dat zien we hier in het kader, is pak een beetje tussen de 7,5 en 15.000 voet. Ga niet dus, hè? 25 kilometer hoog, geloof ik. Dat kunt u horen.
Maarten. Maarten met Chris. Hi. Waar zit jij nu? Ja, midden in het bosje. Midden in het bosje? Hoezo is dan een plasje te doen of zo? Nee hoor, nee. Hij is net geland. Volgens jou is hij al geland? Ja, hij is net geland. We hebben hem tot op de voet kunnen volgen, maar daar ligt hij net voor het bos nog. Ja. Hij ligt net voor het bos bij, hoe heet het hier? Zuidwestelijk van Zwifterband. Ja. Sergeant Jongbloed, hij is geland. De zuidwesten van het Zwifterband in een bospasseertje. Oké, hartstikke bedankt. Door. Goedemiddag, heren. Goedemiddag, ja. Wie bent? Ja, 3 AST. Mag u zelf even doorkijken? Goedemiddag. Hey. Goedemiddag. Papa Alfa, 3 Alfa, Sierra Tango. Uiteindelijk hebben zo'n 25 pijlgroepen het eindpunt op de Vuursteenweg in Zwifterband gevonden. Ja, we doen op een gegeven moment van ja, hier die rechtboven zit en op een gegeven moment we kijken en zien we hem naar beneden in, vallen daar in het land. En toen was het natuurlijk een kwestie van gauw in de auto stappen en die richting uit zien te rijden. Alleen ja, hij ligt hier midden in het land, dus weinig wegen. En op een gegeven moment zagen we hier deze afslag en daar zijn we dan maar ingereden. En op een gegeven moment peilden we hem dwars op de weg. Toen zijn we uit de auto gestapt en zijn we maar door het land heen gelopen. En na een uienveldje en een aardappelveld, daar lag hij. Daar heeft mijn zoon, die heeft hem als eerste daar uit het veld opgeraapt. Hij kon iets harder lopen dan ik. PA3 AST. Hebben jullie alles goed kunnen volgen? Ja? We constant doorpakken, de hele weg. Alles nog heel? Hij is helemaal heel. Kijk maar. Hij was alleen een beetje, ja, een beetje tegen krom, maar boven, maar ik heb hem recht gebogen. Ik dacht dat dit helemaal weg zou zijn. Dan hebben we weer beeld, joh. Ja, dat is schijf. Ja, maar ze willen even kijken hoe de ATV eruit ziet. Dat mag gelijk. Er ligt natuurlijk altijd verkeerd op. Dit is ATV. Dit is de camera. Dit is de accupack. Zendertje, eindtrapje. Nou, hij is nog lekker warm. Ik wil ook nog even de gelegenheid gebruik maken, meneer AST, van harte te feliciteren met zijn succes.